Dames en heren, het is ons een groot genoeg om u te kunnen aangeven dat wij vanaf dit moment in het gezelschap verkeren van Haar Majesteit de Koningin. Zal de vorstin door onder meer de voorzitter van de Stichting Nationale Taproot begeleid worden naar haar plaats.
Dames en heren, gedurende deze vergadering wordt u een compositie van Michael McDermott, Breda Remember. De uitvoerenden waren de Marinierskapel der Koninklijke Marine, de Koninklijke Militaire Kapel, de Johan Willem Friso Kapel en de kapel van de Koninklijke Luchtmacht. De openingsfanfare werd gedirigeerd door majoor Pieter Jansen. Tijdens de afmars weer klinkt op de parade van componist Henk van Lijnschoten.
Dames en heren, gaarne een warm welkom voor de Highland Band of the Scottish Division uit Schotland. Het land waar in 1952 voor het eerst met een tattoo van formaat kennis werd gemaakt. Bij de Highland Band sloten zich later de Blackwatch Association Pipes and Drums uit Canada aan, die dankzij de steun van de Nova Scotia International Tattoo hier aanwezig kunnen zijn. Gezamenlijk laten ze de bij velen bekende melodieën met het vertrouwde geluid horen. De director of music is Major George Roger. Thank you.
Dames en heren, vorig jaar was er veel bijval voor het programma-onderdeel Obstacle Run, waarbij in een sportieve strijd vaardigheid en doorzettingsvermogen van de deelnemende teams werden getest. Op veelvuldig verzoek wordt in deze jubileumtattoo opnieuw een hindernisbaan opgesteld. Voor het muzikale kader zorgt de Koninklijke Militaire Kapel met The Battle of Shiloh en het programma-onderdeel wordt afgesloten met de Grenadiersmars. Vanaf de start bij het kasteel wordt eerst de brug genomen en daarna het zogenoemde apenrek. Vervolgens wordt, als allen zijn gearriveerd, een projectiel in het doel geworpen. Daarna gaat het dezelfde route terug, waarbij nu het kruipdoor-sluipdoor-obstakel, het apenrek en de muur, al dan niet met hulp van collega's, moeten worden overwonnen. Als allen de eindstreep zijn gepasseerd, drukt de laatste van de groep op de rode stip van de schijf. Vanavond, en u ziet ze al opkomen, dames en heren, treden vertegenwoordigingen van de Koninklijke Marechaussee, onder leiding van Marechaussee Augusta, in het blauw met de blauwe baret, aan de linkerzijde vanuit de hoofdtribune gezien, in het strijdperk tegen vertegenwoordiging van het Korps Nationale Reserve, onder leiding van de corporaal eerste klasse, Mesbauer, met de groene baret aan de rechterzijde van uit de hoofdtribune gezien. Deelnemers, graag op uw plaatsen. Deelnemers, klaar? Start! En moedigt u aan, dames en heren. Gisteravond was het Korps Nationale Reserve dat hier deze strijd in het afloopt. Maar er is vandaag driftig geoefend overdag door de Koninklijke Marechaussee. Die nu, even kijken, ze hebben opnieuw een lichte achterstand ten opzichte ook van de Korps Nationale Reserve, net als gisteravond. Maar er is nog een lange weg te gaan in deze obstacle run. Maar daar valt lid van de Nationale Reserve. Voorsprong dus voor de Marechaussee. En moedigt u ze aan, dames en heren. Oefening baart kunst vooralsnog, dames en heren. U ziet een heel ander systeem bij de Marechaussee dan bij de Nationale Reserve. Maar het venijn zit in de staart. Denkt u nog eens in het verleden aan de geschaafde knieën bij de muur. Dat gaat minder snel bij de Marechaussee, die muur. Het foefje bij de Nationale Reserve, hoe die muur te nemen, lijkt iets voor het deel te geven. Het gaat zeer gelijk op. Geeft u nog een laatste aanmoediging. En de Marechaussee gaat vanavond winnen. En daar ligt de voorsprong. Bravo.
En ons applaus, dames en heren, is er niet alleen voor de winnaars, de koninklijke marechaussee onder leiding van marechaussee Augusta, maar natuurlijk ook voor de waardige verliezers, het Korps Nationale Reserve onder leiding van de corporaal eerste klas Mesbauer.
paraden opgemarcheerd, het trompettenkorps der Koninklijke Marechaussee, de drumfanfare van de kapel van de Koninklijke Luchtmacht en de drumfanfare van het Korps Nationale Reserve. Door de Jeroen Bos Verkennersband uit 's-Hertogenbosch en het Jachthoorn en Trompettenkorps Gemert worden uitgebeeld het Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers, het Tamboerkorps Garderegiment Fusiliers Prinses Irene en het Jachthoornkorps Garderegiment Jagers. Al in Delft was de muzikale en visuele massaliteit met de entree van de korpsen zoals nu staan opgesteld bepalend voor de sfeer van de tattoo. Bij deze gouden editie worden u dit specifieke beeld en geluid dan ook niet onthouden. De choreografie is van luitenant-kolonel Hans van den Bos en de dirigent is vanavond eerste luitenant Richard Vrijhoef. Thank you.
Dames en heren, nadat prins Maurits in 1590 door zijn krijgslist met het beroemde turfschip Breda weer tot Oranjestad maakte, heroverden in 1625 de Spanjaarden onder leiding van Spinola Breda opnieuw. De protestanten vluchten voor de Spaanse furie en Breda wordt een stad van ongeveer 3000 katholieke zielen. Tot aan 1637. De 80-jarige oorlog nadert het einde. Prins kardinaal Ferdinand is Spaans landvoogd van de zuidelijke Nederlanden. Romain Fouredin is in Breda Spaans gouverneur. Frederik Hendrik, zoon van Willem van Oranje, opperbevelhebber van de Republiek en stadhouder van 5 gewesten van de 7 Verenigde Nederlanden, trekt in augustus 1637 op naar Breda om de stad weer in staatse handen te brengen. Want Breda is een vitaal knooppunt op de weg van noord naar zuid en van oost naar west. Met 14.000 man troepen, pikeniers, musketiers en artilleristen, legt hij een ijzeren ring rond Breda. Hendrik Casimir van Nassau, stadhouder van Friesland, opererend vanuit Teteringen, steunt Frederik Hendrik door met zijn troepen alle wegen naar de stad af te sluiten. De stad Breda wordt dag en nacht murf gebeukt door mortieren en artillerie. Rond de 23.000 kogels worden in 11 weken tijd op de totaal ingesloten stad afgevuurd. Er is gebrek aan alles. Niet alleen aan eten en drinken, maar vooral aan munitie en kruid. In de vroege morgen van 6 oktober 1637 ondernemen de Staatsen weer een aanval op de stad. Pikeniers en musketiers dringen de Spanjaarden terug de stad in. Dan om 7 uur 's morgens besluit de Spaanse gouverneur Fouredin de chamade te laten slaan. De chamade is een signaal vanuit een belegerde stad waarmee men te kennen geeft zich over te willen geven. Een eenzame tamboer slaat deze keer de chamade, maar wordt door een onervaren musketier dwars door zijn muts geschoten. Een pikenier overhandigt een brief voor de Staatse legeraanvoerder waarin de stadsgouverneur de overgave aanbiedt. Generaal Fouredin wenst de stad over te geven aan de bevelhebber van de troepen. Zie hier dit document en breng het zo snel mogelijk weg. Orders! Ze geven zich over! Ze geven zich over! Een ellebode brengt het goede nieuws naar het Staatse kamp en onmiddellijk stroomt de Staatse legertros, bestaande uit handelaren, ambachtslieden, chirurgijns, marketensters, soldatenvrouwen en dames van lichte zeden richting stadspoort van Breda. Uit de stad vluchten Spanjaarden, vrouwen en kinderen en monniken. De provoost en zijn helpers proberen orde in de chaos te scheppen. En, zoals u ziet, als het moet, met harde hand. Voorafgegaan door vaandeldragers, tamboers, de twee huispredikanten Bergeus en Schutenius van Zwol, verschijnt Frederik Hendrik met groot gevolg, waaronder zijn vrouw Amalia van Solms en Hendrik Casimir van Nassau. Omwille van de stad en haar bevolking
staken wij den strijd. Ten stede Breda en hare stedelingen bevelen wij in uw genade aan. De strijd is voorbij. Genadig recht zal geschieden. Opnieuw is Breda stad van Oranje. Dames en heren, afkomstig uit het circa 150 kilometer ten noorden van Berlijn gelegen Neubrandenburg, volgt nu de bijdrage van onze oosterburen. Ze brachten u in de stemming met Alte Kameraden. Gaan we nu naar Sint-Petersburg en vertoeven muzikaal in de tijd van Frederik de Grote. En dat marsmuziek bij het repertoire van het Duitse Heeresmuziekkorps 14 hoort, beleeft u mee in de Strassenmars nummer 1. En in de revue-mars. Oberstleutnant Karl Kriener is de dirigent. Thank you.
dames en heren, het orkest dat nu in de onlangs in gebruik genomen door Frans Molenaar ontworpen uniformen het speelveld betreedt, is het gecombineerde fanfare-orkest van de Koninklijke Landmacht, waarin het trompettenkorps Bereden Wapens en het fanfarekorps Koninklijke Landmacht sinds 23 augustus jongstleden zijn verenigd. De kwaliteit van beide orkesten van weleer staat garant voor sublieme vertolkingen van alle genres muziek. Besloten wordt met fragmenten van de regimentsmarsen van de Limburgse jagers Cavalerie, Genie en Artillerie. Tambourmaître en choreograaf is opperwachtmeester René Keulers. Het orkest wordt gedirigeerd door kapitein Jan Nellestein. Thank you.
every book on the shelf is always repeating itself. Waterloo, I was defeated, you won the war. Waterloo, promise of love you forevermore. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you. Oh, Waterloo, finally facing my Waterloo. So how could I ever refuse? I feel like I win when I lose. Waterloo, couldn't escape if I wanted to. Waterloo, knowing my fate is to be with you.
heren. Gaarne vraag mij uw aandacht voor een van de beste buitenlandse orkesten dat in het verleden, het was in 1989 en 1997, in Breda te gast was. His Majesty the King's Guard Band uit Noorwegen. Net als in 1997 worden de musici vergezeld door het imponerende exercitiepeloton, waarmee ze overal ter wereld succes hebben geoogst. Dames en heren, zijn nog opgemerkt dat de musici en de leden van het drillteam allen dienstplichtigen zijn. Drum major is luitenant Fatnes, commandant van het drillteam is luitenant Bergström. Thank you.
dat charme en geuniformeerde uitstraling zich zeer goed laten verenigen, wordt werkelijkheid als de dames van het Lockheed Marching Team zich in de militaire gelederen begeven. Thank you.
Smeren, de Marinierskapel der Koninklijke Marine met tamboers en pijpers van het Korps Mariniers onder leiding van majoor-dirigent Pieter Jansen. Thank you.
Op de tonen van De Beau Ideal, een mars van de 150 jaar geleden geboren John Philip Sousa, zijn voor de voorfinale vanaf de hoofdtribune gezien van links naar rechts aangetreden de Marinierskapel der Koninklijke Marine, de Koninklijke Militaire Kapel, de Johan Willem Friso Kapel, de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht en in het decor de Military Band of the European Union. De toon gezet voor een verenigd Europa. Een Europa nieuwe stijl vraagt inzet van iedere Europeaan. Wat muzikale eensgezindheid vermag, heeft u vanavond ervaring. Het welslagen van een eensgezind Europa heeft een soortgelijke, onontbeerlijke inzet nodig. Laten wij daar met z'n allen voor gaan.
De Longest Day, ter herinnering aan 60 jaar D-Day en daaruit voortvloeiend het in Zuid-Nederland 60 jaar vrij zijn, hebben de bijna 1000 tattoo-deelnemers hun plaatsen voor de finale ingenomen. U hoort achtereenvolgens Highland Cathedral en de koraal Gelukkig Vaderland. Het signaal Tattoo Infanterie wordt uitgevoerd door sergeant Olaf Schipper van de Koninklijke Militaire Kapel en aansluitend hoort u het Wilhelmus. Met Het leven is goed in het Brabantse land komt er een einde aan de 29e Tattoo in Breda en met de 21 edities daarvoor in Delft betekent het ook het slot van de Gouden Nationale Tattoo. De finale van de 50ste Nationale Tattoo Breda 2004 wordt gedirigeerd door de inspecteur militaire muziek voor de krijgsmacht, luitenant-kolonel Gert Janssen. Thank you.
Dames en heren, het Wilhelmus.